Ja, exit Eva de Bleker. Goedemorgen, Isolde van den Einde, politiek journalist van het Laatste Nieuws. En welkom ook Sander Lones bij, wel degelijk, de zevende dag, Kamerlid voor N-VA. Ik zou zeggen, proficiat meneer Lones, weinig parlementsleden kunnen dat zeggen, het ontslag van een regeringslid geforceerd. Ja, ik weet niet of de proficiat nu zo heugelijk is, in alle eerlijkheid. Wat is er veranderd deze week? Eigenlijk niks. We hadden de allerslechtste begroting van Europa, we hebben die nog altijd. Het enige wat we nu misschien weten en wat transparanter is, is dat we allemaal belazerd worden, dat het parlement foute informatie krijgt, de pers trouwens ook foute informatie krijgt, Europa foute informatie krijgt. En wat we ook weten is, ja, volgens mij daar niet de juiste persoon ontslag voor heeft gekregen. Ik denk dat de andere mensen een grotere politieke verantwoordelijkheid dragen. Dit is de begroting van de premier. Die blijft gewoon zitten. Ja. En mevrouw de Bleker die mag gaan. Ja, niet te min, mevrouw van den Einde. Sterk parlementair werk, mogen we dat zeggen? Ja, absoluut. Hè. Ja, hij is in de cijfers gedoken, hij heeft gecontroleerd en zeer snel fouten aan het licht gebracht. Niet één keer, maar twee keer. Dus ja, dit is hoe een parlement moet functioneren. Het is de controle van de uitvoerende macht. Dus absoluut, dit is sterk oppositiewerk geweest. Ja. Wat was eigenlijk voor u het probleem met die cijfers? Goh, het probleem is vooral, ik vind dat de begroting veel te weinig serieus genomen wordt in dit land. Als je weet dat wij desastreuze tekorten draaien, dan zou je in beleid van alles moeten wijzigen. Maar je moet tenminste zorgen dat je werk op iets trekt. Goh. Als je kijkt naar... het is trouwens niet alleen mevrouw de Bleker die verantwoordelijk is voor die documenten, ook de handtekening. Had mevrouw de Bleker volgens u gelijk door die btw-verlaging al voor het hele jaar door te rekenen? Absoluut, absoluut had zij gelijk. We weten dat een aantal uitgaven zal moeten gebeuren vanaf 1 januari. En het is logisch dat je die dan transparant en eerlijk opneemt in uw begroting. Maar dat was natuurlijk gênant voor Alexander De Croo, omdat daardoor de illusie werd dat hij gelogen had. En hij had natuurlijk gelogen een maand geleden. Het valt op in de pers dit weekend dat mevrouw de Bleker best wel wat... meeval krijgen. Ja, vindt maar... u ook dat zij eigenlijk gelijk had? Ik denk dat de kans heel groot is dat zij in maart, april gelijk krijgt. Ja. Het is namelijk zo dat de btw-hervorming, of verlaging liever gezegd, naar 6% gekoppeld is aan een accijnshervorming. Die fluctueert wanneer de prijzen terug zouden dalen. En wat afgesproken is dat de prijzen opnieuw moeten dalen van voor 2021. Ja, nu, ik ben geen energie-expert, maar de meeste energie-experts zien dat niet gebeuren volgend jaar. Dus dat zou dan betekenen dat die btw-verlaging wel wordt doorgevoerd, maar de compensatie met de accijnzen niet, waardoor het dus inderdaad dan die 6,1% tekort Politiek gezien zit. Is het ook onrealistisch dat de btw terug naar 21% gaat. Zelfs de liberalen gaan dat niet forceren. Dus je zit daar wel effectief met een kost die niet is opgenomen in de begroting. Ja, hoe ga je die betalen? Hoe ga je die financieren? Dat is inderdaad... Allee, zij zal daar misschien wel gelijk in krijgen. Niettemin, meneer Lones, als het tekort nu stijgt van 33,5 naar 35 miljard of van 5,8% naar 6,1%, maakt dat eigenlijk, het is misschien een beetje cynisch om te zeggen, maar maakt dat nu zoveel verschil? Natuurlijk maakt dat een verschil. Maar misschien eerst over die btw-verlaging nog. Oh, welke oneerlijke maatregel is dat eigenlijk? Dat wordt voorgesteld als een lastenverlaging voor de mensen, maar intussen blijkt dat ze via accijnzen meer zullen terug bij mogen betalen. Trouwens, een belastingsverhoging voor de ondernemingen die de btw niet meer zullen kunnen aftrekken, maar geconfronteerd zullen worden met accijnzen die zij moeten betalen. Dat is typisch deze regering. Men zet communicatief van alles in de markt, doet alsof men van alles hervormt en het beter doet, maar als je in de details kruipt, als je echt eens gaat kijken wat ze doen, dan zie je dat iedereen er gewoon in de maling wordt genomen, dat de belastingen verhogen, dat verkeerde cijfers worden gebruikt, dat het parlement verkeerd wordt geïnformeerd, dat kennen we deze legislatuur, dat zien we elke dag, maar dat nu ook de Europese Commissie verkeerde informatie krijgt. En dan kom ik op uw vraag. Natuurlijk is dat relevant. Wij mogen van Europa een begrotingstekort hebben normaal van 3%. Mm-hmm. We gaan naar een tekort van 6%. Wij mogen een staatsschuld hebben van 60%. We gaan naar een staatsschuld van 120%. Dubbel zo slecht. Dubbel zo slecht. Ja. En deze regering raakt dan nu weer weg, omdat we in bijzondere tijden zitten. Maar dat blijft niet duren. Ja. Oh, kijk nu, ik wil nog één punt maken. Er wordt door deze regering gezegd, het geld is toch gratis. We moeten investeren. We moeten de mensen helpen. Natuurlijk moeten de mensen helpen. Maar stop met die illusie te brengen dat dat gratis is. De interestlasten op de staatsschuld zullen volgend jaar meer dan 1 miljard hoger zijn dan het jaar 2022. 1 miljard dat wij niet kunnen geven aan steun voor de mensen, omdat deze regering
onverantwoordelijk beleid voert. Nu, de premier heeft allicht ten alle prijzen willen vermijden dat wij met dat tekort van 6,1% naar Europa zouden moeten stappen. Het allerslechtste tekort van heel Europa. Hè. Ja, maar wat is het? Ofwel ben je het slechtste, ofwel ben je het op één na slechtste. Het is sowieso heel slecht. En in vergelijking met andere landen die ook in het rood gaan en die ook heel veel steunmaatregelen omwille van de energiecrisis toekennen, zie je daar wel meer hervormingen en meer een visie op langere termijn om die begroting terug op koers te krijgen. Als ik terugkijk naar het begrotingsconclaaf, want het is een vraag die ik mij stel in deze hele heisa eigenlijk, is van waarom het punt dat mevrouw De Bleker heeft gemaakt, waarom heeft ze dat niet gemaakt op dat begrotingsconclaaf? Waarom heeft niemand daar geluisterd op dat conclaaf, wanneer er eigenlijk over al die centen wordt gediscussieerd? Je hoort dan wel dat ze vaak aan de poort van de 16 straffen verklaringen aflegt, maar dat ze zich in het overleg weinig laat. Ja, ik ben daar natuurlijk niet bij, maar dat is wel iets dat je heel hard hoort van andere partijen in de regering, is effectief dat zij niet degene was die binnenskamers heel hard op tafel klopte. Nu, ik moet daar meneer Lones een beetje in volgen, in die zin dat zij mag heel hard op tafel kloppen en zo hard kloppen als ze wil. Zij heeft gewoon geen macht. Zij is letterlijk de laagste in rang in die hele regering. En dat toont eigenlijk aan op welke manier men is omgegaan met de begroting. Want dan kunnen we ons de vraag stellen, er komt nu iemand nieuws in de plaats. Alexia Bertrand, u kent die. Ze komt uit de MR, ze komt ook uit de holding Akkermans en Van Haren. Zij leunt economisch wel heel dicht bij jullie aan. Denken jullie dat zij een verschil zal kunnen maken? Goh, ik vind het in elk geval interessant om te zien dat de VLD liberaal talent gaat zoeken bij de MR. Dat in elk geval. Maar ik weet niet of zij een cadeau krijgt. Ik denk wat zou moeten gebeuren is dat het politiek gewicht van het thema begroting zou moeten stijgen in belang. Mm-hmm. Wat je ziet vandaag is dat waarschijnlijk niet zo zal zijn. Een staatssecretaris staat nooit alleen. Wordt toegevoegd aan een minister die wat de hoede neemt over die staatssecretaris. En wat zien we is dat mevrouw De Bleker was toegevoegd aan Vincent van Quickenborne. Die heeft eigenlijk nooit omgekeken. Is dat van justitie die wel andere kopzorgen heeft? Ja, absoluut. Die heeft nooit omgekeken naar de begroting. En hoe zou dat dan anders kunnen? En nu ziet het er naar uit dat Alexia Bertrand opnieuw zou worden toegevoegd aan diezelfde minister van Quickenborne. Ik vind dat geen goed idee. Wat dan wel? Ik denk dat politieke actie nodig is. Ik denk dat de premier de nieuwe staatssecretaris onder zijn eigen vleugels zou moeten nemen. Dat zij als staatssecretaris wordt toegevoegd aan de premier. Ik weet, dat is niet de wonderoplossing. Dat weet ik perfect. Maar ik denk wel dat je daarmee een zeer belangrijk politiek signaal geeft. Dat de premier zegt, het is mijn staatssecretaris. In elk begrotingsconclaaf spreekt zij namens mij. En ik zal daar constant en consequent over waken. Imago-gewijs alleen al, is dat misschien inderdaad? Ik snap vanuit de visie van meneer Lones, snap ik dat hij zoiets zegt, vanuit ook een zeer parlementaire visie. Maar ik bedoel, de premier wordt sowieso afgerekend op die begroting. Het is niet zo dat we gaan zeggen van, de regering heeft een slechte begroting. Oké, de premier heeft daar niks mee te maken. Uiteraard, wie voert de gesprekken in het begrotingsconclaaf? Dat is de premier. Hij moet tot een deal komen. Hij moet dat compromis mede. En je kan dan mensen toevoegen zo vaak of zoveel je wil, zolang dat niet in het hoofd zit. En je vooral ook al die andere partijen er niet toe krijgt om echt hervormingen door te voeren en echt die begrotingen structureel aan te pakken. Want die begroting, dat is gewoon de kaasschaafmethode geweest. Ja. Niks structureel. Dat was gewoon een blamage. En of je dat nu toevoegt of niet, als dat in het hoofd niet anders gaat. Je noemt het een blamage. Hoe schadelijk is dit voor het imago en de slagkracht van deze regering? Jullie columnist, politoloog Karel De Vos, die kopte gisteren in de krant. Wie gelooft die mensen nog? Ja, dat is. Ik vind het eigenlijk al van het begin een zeer grote blamage. Het is niet de eerste keer dat een regering lucht pompt in een begroting. De vorige regering, Michel, heeft dat ook gedaan. Maar nu zit je wel met een tekort waar je enige mildheid voor kan hebben omwille van de coronapandemie en omwille van die energiecrisis. Maar zoals ik daarnet zei, je ziet nul inspanningen om tot een verbetering te komen. En wat ik nog juist wil zeggen is dat... Tijdens dat begrotingsconclaaf werd er echt om commas gevit. En was er nul politieke wil of gunstfactor naar anderen toe om een grotere inspanning te leveren. Men zet nu alle hoop op die fiscale hervorming om toch nog iets te proberen. Maar ik denk dat die hoop een beetje naïef is. Ja, er is die fiscale hervorming waar Vincent van Petegem aan werkt en volgende maand met teksten moet komen. De premier belooft ook beterschap op de begrotingscontrole in maart. Hebt u daar goede hoop op? Nee, eigenlijk niet. Ik wil effectief ook inpikken op dat begrotingsconclaaf.
enclaaf. Als je ziet wat daar beslist is, volgens Alexander De Croo gaan we van een structureel tekort van -3% naar -2,9%. Hij pitst er 0,1% af, dat is 500 miljoen. De Nationale Bank zegt dat wij 2,5 miljard elk jaar zouden moeten doen. Niet één jaar, niet twee jaar, niet drie jaar, zes jaar aan een stuk. 2,5 miljard. Deze regering, Alexander De Croo, klopt zich op zijn borst dat hij 500 miljoen doet. Dat is gewoon veel te weinig. Twee, als je nu ziet, wat hebben die daar eigenlijk in godsnaam gedaan op dat begrotingsconclaaf? Als je kijkt hoe ze zijn binnengegaan en dan vergelijkt met hoe ze buiten zijn gegaan. Ze hebben een begroting gemaakt voor twee jaar. Het begrotingstekort waarmee ze gestart zijn, is 17 miljard euro 2023. En ze hebben een akkoord gesloten om 2024 af te sluiten met 20 miljard tekort. Dus er komt 3 miljard structureel tekort extra bij. En dan krijg je een regering die dat verkoopt als een verbetering. Ik kan daar niet bij. En dat is effectief omdat die hervormingen ontbreken. Wat zien we? Er zou een pensioenhervorming moeten komen. Mevrouw Lalieu komt juist met niks. Er zou een arbeidsmarkthervorming moeten komen. We gaan naar 80% tewerkstellingsgraad. De voorzitter van de PS, Magnet, zegt gewoon we gaan alles saboteren. Dit is gewoon niet serieus. Je moet het politiek gewicht van het thema begroting echt meer in handen nemen.